Welkom bij deze nieuwe unboxing hier op Gamesnet.nl. Superleuk. Kijk ook dat je kijkt. Godverdomme. Naast me zit Amador Prado. Ah, hi. Naast me zit Peter. En ik ben Peter. En we gaan iets unboxen, want we hebben een cadeautje gekregen, een pakketje gekregen van Ubisoft en Xbox. Hey. Supermooi ingepakt. Ja, lijkt een beetje op mijn impact skills bij kerst. Ja, precies. Alsjeblieft, mama. Ja, hier. Dat tape pas op. Hier heb je weer een abonnement op een blad. Goed, en het is van de Division, dat zie je aan de stickers. Ons adres even. Oh nee, dat is ook gewoon op Google te vinden. Hoor. Oh, voor al uw post. En fanmail. En fanmail. Mag ik? Ja, tuurlijk. Ruk het open. Ik ben echt super benieuwd wat erin zit. Ik heb ook een Division shirt alvast aangetrokken. Die heeft trouwens een hele vet achterkant, Tom. Kijk. Vet, hè? Ja. Hou door voor de reet aan, maar goed. Nou ja, ik keek vooral naar je reet. Dat was het. Oh, nice. Oké, goed. Ik denk dat het een tas is. Is het een tas? Wat vet. We gaan binnenkort video uit te maken voor de Division. Kunnen we die omdoen als het een beetje een coole militaire tas is. Dus vooral heel veel plakband. 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 Weet je dat ik een coverband ken die heet Plakband? Zeg maar, het is geniaal, uit Zwammerdam. Oké, kijk. Gaat het aan me door? Nee. Yes, kijk. Oh, nee, het is echt een hele... Deze doen we op, denk ik, tijdens de opnames, of niet? Ja, dat doen we. Dat is dope, echt een eigenlijk. Hele dope tas. Gear Up Gamersnet, 15/3/2019. Dat is vandaag. Oké, ik neem aan, want hij is nog wel zo... Hier zit niks in. Ja, hij zit vol. Ik zag al social media foto's. Oh, deze clipjes zijn schattig. Dit zijn van die kleintjes. Ja, die breken dus gewoon af straks, hè? Dat weet je. Dat weet ik, maar ze zijn wel schattig. Ja. En er zit ook zo... Oh, dit vind ik altijd... Dit ziet er altijd heel militair uit als er een haak bij zit. Want dan kun je upseilen. Ik weet niet of dit mijn gewicht houdt, maar... Die van mij in ieder geval niet. Ik wil het niet zeggen. Nee, maar dat doe ik wel, daarom doe ik het. Oeh! Oké, we gaan inboxen. We hebben een... Ja, daar heb ik het over gehad. Kijk. In The Division... En gaat het om groei. Groei van de samenleving, hoop. Lig je een puntje aan de horizon. Het is een gardening kit, er zit basilicum in. Kun je basilicum kweken? Dus, ja, je hebt bijna niks nuit, maar je kan wel pasta saus maken. Je kan wel pasta... Nou, hele skere pasta saus met alleen basilicum. Vast wel een tomaat te vinden zijn ergens. Ja. Okay. Het is basilicum, maar ook echt helemaal verpakt in de Division thema. Kost het nog moeite. Er zit ook echt basilicum in. Superleuk. Geweldig. Deze hoort er altijd bij, hè. Steelbookie. Met... game er ook in? De achterkant vind ik wel trouwens heel tof. Is het Washington? Dat is voor mij Washington. Dat is George, ja. George dat is George. Ja, ja. Nee, dat was iemand anders. Laat maar zitten. Dat was Lincoln. Ja, dat was Lincoln, hè. Maakt niet uit. Ja. Oh, die game zit erin voor Xbox One. Zullen we hem weggeven? Doen? Leuk, geef hem weg. Kun je winnen. Een pet. Ja, die vind ik echt, die kun je niet winnen. Die vind ik echt zo vet. Ja. Ja. Hij heeft toch zo'n klein... Ja. Hij heeft een klein capje, maar dat is handig. Kun je nog wel bij schieten namelijk. Ja, maar ik ga niet iemand neer... Oh, goed. Ik vind dit is mijn hoogtepunt nu al. Ik vind het pet echt heel vet. Wat vinden jullie van? Laat weten in de reactie. Ik vind het echt een stomme pet. Ik vind dit wel heel tof. Dit is een notitieboekje, ja, denk ik. Pet is stom, maar meneer vindt een notitieboekje wel. Ja. Ja, je moet natuurlijk... Pet is machtiger dan zwaard, een journalist. Ik vind het gewoon leuk. Is dit een boek? Is het... Oh nee, dit is voor mij een notitieboekje. Nee, het is een notitieboekje. Ja, ik hoop op een beetje art. Maar goed, hè. Dit is een notitie. Waarom liet je nou meerdere bladzijden zien? Kijk, hij is leeg. Hier is hij ook leeg. Ja, precies. Super handig. Kijk eens, alsjeblieft. Dankjewel. Super leuk. Wat hebben we nog meer? Ik zie hier een poster. Een poster. Leuk hoor. Van natuurlijk The Division. Ja, leuk. Ja, twee kanten. Ook nog het logo. Ik denk dat we die op de badkamer gaan hangen. Of in de wc hangen. Daar hebben we heel veel posters al. Super vet, dankjewel. En was dat hem? En dan mag jij de mooiste. Oh, wauw, wat is dit? Ah, thanks. Alsjeblieft. Super, ja, ik heb altijd natuurlijk aan jou gedaan. Dit is een trui van The Division 2. En ik hou altijd van kleding die niet heel erg opzichtig is van games. En hier staat alleen super niks. En ook niet zomaar skeer, maar gewoon echt ingeborduurd. En dat is kwaliteit. Oh. Met het logootje van The Division 2. Maar niet The Division 2, maar alleen 2. Het is gewoon een zwarte, leuke trui. Maat. Kijken of die voor Amador wordt of voor mij. Denk het niet. Hij is voor mij, maatje M. Ja, super vet. Leuke trui. Dankjewel. Goed, ik denk dat het wel. Ja, en dan natuurlijk de tas. En de tas zelf is echt heel mooi. Die gaan we nog een keer goed laten zien. Kijk nou hoe die eruit ziet. Maar ook hier, want ja, de Division Agents hebben natuurlijk allemaal zo'n horloge met zo'n oranje rondje erin. En die heb je dus. Oh ja. Leuk hè? Oh, de details zijn echt verschrikkelijk mooi. Juist. Yes. Oh, hier staat ook nog je bloedgroep. Dat is wel cool. Wow, wat vet! AB+. Dus
positief. Dus mocht je een keer worden neergeschoten, dan weten ze meteen wat voor zak ze aan je moeten houden. Ja, maar moet je niet echt dragen, want ik heb dus een andere. Maar goed, dat verder niet uit. Geef niet. Dat ze me echt dit erin pompen, omdat ik toevallig een hartaanval krijg omdat ik dit heb. Ja, ja, dat zou wel superleuk zijn. Stoot mijn eigen lichaam zichzelf af. Doet hij al jaren, maar vind niet uit. Dit is het pakket wat we hebben gekregen van de Division 2. Gedeelten van het pakket kun je straks winnen op gamerset.nl. Check ervoor de website, want we geven er shit van weg. Check dat dus op gamerset.nl. En dankjewel, Amador. Yes, dankjewel, Peter. En check vooral alle content van Gamersnet op gamerset.nl. We houden van jullie. En dat is het eigenlijk. Ja.